Welkom bij examenvraag van vandaag nummer 2 voor het VMBO. En deze gaat over zingende muizen. En deze borduurt voort op de voorgaande vraag. Dus heb je vraag 1 hiervan nog niet gedaan, pak die er dan eerst bij. Want er staat een stuk tekst bij dat hier niet bestaat. Dan heb je net eventjes iets meer context. Voor degenen die opletten, hebben misschien wel gezien dat ik de vorige video examenvraag vandaag nummer 2 offline heb gehaald. Dit is de nieuwe versie. Iemand attendeerde me erop dat ik een fout had gemaakt. En ik zat er daarna zelf naar te kijken. En ik dacht, ik heb inderdaad een leesfout gemaakt. En daardoor klopte gewoon het antwoord niet. Goed. Ook ik maak wel eens fouten. Dankjewel als je mij daarop attendeert. Dat is heel fijn, want dan kan ik ervoor zorgen dat het zo goed mogelijk online staat. Dus kom je een keer wat tegen wat niet goed is of waar je over twijfelt, laat het vooral weten. Dan kan ik het aanpassen. En bij deze dus een nieuwe video. Ik behandel hem gewoon weer. En succes als je vanaf dit punt meekijkt. Ik lees hem even voor. Muizen maken zingende geluiden die mensen niet kunnen horen. De zang van mannetjesmuizen is eenvoudig. Maar als ze urine van vrouwtjes ruiken, wordt hun zang ingewikkelder. En dan komt de vraag vervolgens. In de informatie hierboven wordt een respons van mannetjesmuizen genoemd. En dan is de vraag die daar dus bij hoort. Wat is de respons? En wat is de inwendige prikkel hiervoor? En dan schrijf je antwoord zo op. Nou, dat is heel vaak. Hè? Dan krijg je al een soort voorzetje hoe je dingen moet opschrijven. Nou, dat scheelt dan weer. Dus de respons, dubbele punt, puntje, puntje, puntje. De inwendige prikkel, dubbele punt, puntje, puntje, puntje. Schrijf het ook gewoon op je antwoordenblad en dan kun je heel makkelijk het in feite gewoon voor jezelf invullen. Laten we beginnen met de respons. Oftewel de reactie. Nou, wat is er aan de hand? Die mannetjes die maken zingende geluiden die wij niet kunnen horen. Nou, gefeliciteerd muizen dat jullie ze wel kunnen horen. De zang van mannetjesmuizen is eenvoudig, maar als ze urine van het vrouwtje ruiken, wordt de zang ingewikkelder. Oftewel, het ingewikkelder worden van die zang, dus de reactie op het ruiken van die urine, is dus de respons. En ondertussen hoor je trouwens hier links van mij kuikentjes zitten. En ik heb kuikens in mijn werkkamer. Die mogen nog even niet naar buiten, want het is te koud. Dus dat hoor je tussendoor. Dus de respons in dit geval is dus het ingewikkelder worden van de zang. Dan vervolgens het tweede gedeelte. En dat gaat om de inwendige prikkel. En dan zal ik hem gewoon eventjes bijklikken en het hier ook bij uitleggen. De inwendige prikkel voor het ingewikkelder worden van die zang zijn de geslachtshormonen. En waar mijn vergissing zat in de vorige video is dat ik het zelf gewoon totaal verkeerd gelezen had. Ik had gewoon gelezen de prikkel. Vraag me niet hoe. Ik heb het hele woord inwendig overgeslagen. Nou, dan krijg je een heel ander antwoord. Het gaat specifiek om de inwendige prikkel. En dat zijn de geslachtshormonen. En wat wil dat nu zeggen? Dat mannetje dat ruikt de urine van dat vrouwtje. Die signalen gaan naar de hersenen en dan vervolgens worden er in dat lichaam van dat mannetje worden hormonen afgegeven. Dat zijn dus signaalstofjes die worden door het bloed door het hele lichaam heen vervoerd. En een reactie op die hormonen uiteindelijk in het lichaam is dat uiteindelijk die zang ingewikkelder wordt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Heel veel succes met leren voor je eindexamen. Heb je vragen, stel ze vooral, heb je suggesties, laat het ook vooral weten. En dan zie ik jullie bij de volgende.